Ja, ik wil graag punt van orde maken. Eind deze week is door de minister een wetsvoorstel beloofd waarin de asielketen flink op de schop gaat. En gisteren lezen we in de Telegraaf dat de coalitiefracties een akkoord hebben bereikt over de inhoud van deze wet. En dat zorgt voor een enorme informatieachterstand van de oppositie tegenover de coalitie. En we moeten nu een inbreng doen die eind deze week wat mij betreft dan waarschijnlijk weer de prullenbak in kan. Terwijl de collega's van de coalitie exact weten wat er in de wet komt te staan. Mevrouw Van der Plas, ik moet u onderbreken. U maakt het als een punt van orde, maar ik denk dat het echt ook in uw bijdrage kan. Nee, want ik wil bij mijn punt van orde zeggen dat dat de reden is dat ik dit commissiedebat zal verlaten vanwege die informatieachterstand. En dat we waarschijnlijk over 2 weken weer allemaal dezelfde dingen gaan doen. En ik kies nu voor een ander debat wat vrijwel gelijktijdig is. Die ga ik bijwonen. En ik weet ook dat er andere onderwerpen op deze lijst staan. Dat is mij bekend. Maar ik zal bij het volgende debat, als ik weet wat in het wetsvoorstel staat, dan ben ik er uiteraard weer bij. Waarvan acte, mevrouw Van der Plas? Nee. Ik geef mevrouw Pot als enige dan ook nog even de mogelijkheid om hierop te reageren. Nee, voorzitter, want ik vind wel even belangrijk dat niet in de lucht blijft hangen. Ik kan niet namens de coalitie spreken, ik kan wel namens mezelf spreken. Ik heb geen wet gezien, er is geen akkoord. Dus het staat mevrouw Van der Plas natuurlijk vrij om weg te gaan als ze dat belieft. Maar dit zou niet de reden moeten zijn. Helder. Dan nog een laatste huishoudelijke mededeling. De heer Van Haga is niet officieel lid van deze...